We zijn hier vanavond omdat we 167 camperreizigers uit Marokko terug hebben laten vliegen. En die wachten we hier op en die gaan we een warm welkom heten. Ik doe het even zo. Bent u blij dat u weer terug bent? Dat is heel dubbel. Met bloedend hart, maar wel dankbaar dat we hier zo veilig teruggekomen zijn. In Marokko waren we ook echt niet meer welkom nu. Welkom allemaal. Waar we het hier over gaan hebben, uw camper staat in Marokko. We waren bijna op de helft en toen kregen we de bericht van het gaat niet goed, jullie worden gerepatrieerd. Eigenlijk waren de verwachtingen dat we eind augustus, begin september wel terug zouden gaan en de reis afmaken. Nou, dat is dus niet gebeurd. Vandaag organiseren we hier in Rotterdam bij Broekman Logistics een bijeenkomst voor alle groepsreizigers die afgelopen jaar gestrand zijn in Marokko. En we hebben een ambitieus plan om er toch voor te zorgen dat die camper terugkomt binnen afzienbare tijd. De grootste zorg is dat hij er gewoon niet zo best uitziet. Hoe de chauffeur met mijn auto omgaat, of die daar voldoende niet te hard mee rijdt. Ik heb een wat oudere camper, dus dan ben je even wat. Ik heb mijn eigen manier van beheersen van mijn camper en dat is het enige misschien. Nou, als je kijkt naar de grootste zorg is het vooral de gasflessen die aan boord zitten, want die mogen niet mee op het schip. Daarnaast zijn mensen toch nog wel redelijk bezorgd over eventuele spullen die in hun camper worden gestopt, die niet het land uit mogen of weer in Nederland in mogen. Het geeft ons wel vertrouwen. Als je dan zelf al appel gaat halen, hè, dan ben je ook heel veel geld kwijt. Het plan de campagne zoals opgesteld nu, daar heb ik 100% vertrouwen in dat slaagt. Maar het gaat er nu om van hoeveel van de deelnemers gaan ja zeggen. Als dat 8 van de 10 is, dan gaat het lukken. We verwachten dat het schip 1 december aankomt. En dat ongeveer 3 december de mensen hun camper uit kunnen halen in de haven van Amsterdam. Dus dan hopen dat we een mooi Sinterklaas cadeautje hebben. 84 campers die tijdens de eerste coronagolf in Marokko moesten achterblijven, zijn weer terug in Nederland. Eindelijk. Het is een fantastische dag. We hebben ons echt vannacht niet zo goed kunnen slapen, van de spanning denk ik. Jeetje. Zo. Vreemd. Ik heb vanaf het begin eigenlijk gezegd tegen het hele projectteam van ik geloof het pas als de boot de haven van Casablanca uit is. En vanaf dat moment hebben we de boot mooi kunnen volgen. En toen had ik zoiets van yes, het is ons echt gelukt. We zijn blij dat we hem terug hebben. Hij ziet eruit zoals we hem achtergelaten hebben. Als je hem dan hier in het echt weer ziet staan, dan denk je ja, zo. Nou, dit hadden wij nooit zelf kunnen regelen. Ik kan me niet voorstellen dat een commerciële partij dit had gedaan. Die had gewoon gezegd van, ja, noodsituatie, als het land weer open is, dan mag u hem zelf gaan halen. En dat onbezorgd camperplezier, dat nemen wij, dat hebben we hier wel even handen en voeten gegeven en waargemaakt.